Mijn moeder vond het in eerste instantie niet per se heel erg leuk, omdat ze natuurlijk wel van, misschien kan het je wel achtervolgen. Maar voor de rest eigenlijk toch allemaal heel erg positief. We hebben, omdat we zo'n groot mogelijke opbrengst naar het goede doel willen brengen, wouden we niet nog een externe partij betrekken. En toevallig hou ik heel erg van foto's maken. En met een camera van mij en een camera van een vriend hebben we heel wat dingen kunnen doen. Wij zijn lichte roeiers en lichte roeiers zijn al eenmaal vrij goed afgetraind. Wij zijn best wel comfortabel in onze eigen huid, zeg maar. We wilden natuurlijk een beetje herkenbare dingen. We willen natuurlijk ook een beetje de roeivereniging en alles eromheen promoten. Dus daarom hebben we bijvoorbeeld voor de bus gekozen. Daar staat boven in de banner staat de DFV Eurels, onze vereniging waar ons dispuut Magnus ook aan gelieerd is. En zo hebben we nogal wat meer dingetjes gekozen wat toch een beetje artistiek en smaakvol kan zijn. We hebben daarvoor gekozen omdat het voor ons dichtbij komt, dat doel. Een van onze moeders is namelijk overleden aan de ziekte. Dus vandaar dat we iets goeds ervoor willen doen. Voornamelijk vrouwelijke studenten is de richting waar we het meest van verwachten. Maar bijvoorbeeld ook familie, moeders en tantes en zelfs oma's van ons die het heel erg leuk vinden om te zien dat we ons inzetten op het op deze manier voor het goede doel. En die vinden het ook een grappig en ludiek cadeau om te geven aan vrienden en familie voor verjaardagen en zo. We hadden eigenlijk in instantie verwacht dat het binnen Enschede zou blijven. Maar het is dus nu al een heel stuk groter gegaan. Dus we moeten ook rekening gaan houden met dingen zoals verzendkosten. Maar dan is de afname is ook een stuk groter. Want we hadden als oorspronkelijk doel 100 kalenders verkopen. Maar we zitten nu al op de 82 kalenders. Dus met nog een volle 2 weken in het verschiet kan er nog heel veel gebeuren.